Sup beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Mees Stormtroop Sizer en een nieuwe playthrough van Ghost of Tsushima. We hebben net het slavenkamp bevrijd in de Azamo Bay. En we gaan zometeen op weg naar de Gouden Tempel voor de nodige upgrades voor we eindelijk Oom Shimura gaan bevrijden. Er is hier een pelsjager die ons kan helpen onze wapens te upgraden. Kost 10 huiden. Dat is duur. Rookbommen, die is nog niet geüpgraded verder. Dus laat ik die maar doen. Oké. Oké, nice. Maar ik heb niets om black powder. Oh, wacht, hier. Oké. Hier zijn dus de rookbommen. Ik gebruik zo vaak de kunai en black powder dat ik niet eens echt erop ben gekomen om de rookbommen zelf te selecteren. Maar goed. We hebben ze nu. Er is een panzermaker. Dat is nog beter zelfs. Waar kunnen we die vinden? En hier kunnen we ook de bloemen. Oké, niet genoeg bloemen helaas. Panzerverven misschien. Oeh, that looks swell. En wat zijn deze? De Ronin kleding. Nice. Oeh! Roofdier in de Shinano. Jager in de donkere bos. Deze. Heeft wel klasse. Dit is absoluut niet stealthy, maar wat maakt het uit? Ik vind het leuk. Leoju, dat betekent niet vaarwel. Het betekent eerder iets in de trend van bedankt. Dus die vertaling die klopt niet helemaal. Leoyuze. Oké, het clanpanzer van een samurai, dat kunnen we eindelijk gaan upgraden. Oh, oh man, that looks badass. Tadayori's panzer kunnen we upgraden. That looks swell as well. De reizigerskleding. De Ronin kleding die hadden we al geüpgraded, dus dat maakt niet uit. We doen deze. Oh yeah. Nu lopen we minder schade op. Krijgen we veel meer krijgen we wat meer gezondheid. En bij schade krijgen we juist meer vastberadenheid. Oh yeah. Look at this guy. Dit is badass, man. Dit is badass. Ik voel me zo cool nu. Wat is dit? Tuurlijk. Oké. Iets geheims dus. ここでいいでしょ。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。夕べ後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で雇うと会っていました。
Misschien is het weer een kwestie van chantage. Diep begraven eer. Dat klinkt alsof die buurman flink van de voetstuk is gevallen. Doorzoek het huis bij de begraafplaats van Asamo. Me dunkt dat we daar ook weer een krekel gaan vinden voor een leuk nieuw liedje. Mongolen, dat begint al goed. Je staat nu tegenover iemand met een echt clanpanzer, motherfuckers. Woe! Eens kijken of die rookbommen het een beetje doen. Oh! Dus dat is de kettingmoord. Sweet hell, dat ging goed. Die rookbommen die zijn echt heel chill, want zelfs als je niet verhullen per se, dan verlammen ze je tegenstanders en kun je zo'n kettingmoord doen. En een krekeltje, nice. We hebben er nog zo'n 3 nodig voor een nieuw fluitlied. Oké. Okay. Dus ze kwamen hier regelmatig bijeen. Het ziet eruit alsof hier flink is gevochten. Kleine schermutselingen. Misschien is gewoon een huis dat ze hebben overgenomen met vrij weinig verzet. Wel alle. Een reliquie, dat is best wel respectloos. Tijd weer voor de stealth outfit. Ik heb het niet
Kijk maar uit hoor, anders neem ik die er ook nog bij te grazen. Althans, ik heb dat niet in de hand. Ze gaan naar een tweede begraafplaats. Oh nee, dit is gewoon de begraafplaats foutje. Ze hebben de reliquie gestolen en begraven het om het te beschermen tegen de Mongoolse plunderingen. Dat is eigenlijk best wel nobel. Confronteren. お主はそこを動くな。まずい。つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなたさまでよかった。野党から左右の言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦からモーコを追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われるよ。 Wat is er aan de hand? Nice. Oké, tijd om het clanpanzer weer aan te doen. Dan krijg je niet vaak dat je met honorabele bandieten samenwerkt. Oh, hij is al dood. Knap werk, jongens. Ah, shit. Yeah! Oké, nice. Oké, dat waren ze. Wauw. Ze hebben hier echt een hoop aan onschuldigen ondergebracht. Nice. Dit is dus niet alleen de inspiratie die Jin zelf creëert. Gewoon de ellende van de onschuldigen inspireert hen die kunnen vechten. Om actie te ondernemen. Which is good.
Nice. Jin probeert wel zeker van zijn zaak te zijn. Zo van, hij geeft ze de tweede kans. Maar hij wil ook gewoon absoluut zeker weten dat ze hun eer nakomen. Als het zover is. Ik vertrouw ze. Ze hadden al veel eerder heel onzelfzuchtig. Ik bedoel, zelfzuchtig. Oké. Asamo is veilig. Even kijken bij de Gouden Tempel. Er is één geschenkaltaar. Op naar de smidsen van Komatsu voor het zware werk. Tijd om te gaan. Yuna, Taka. Dat is overdreven. Gaan we niet zomaar laten gebeuren. En nog steeds Shimura weigert te geloven hoe ver Jin kan gaan. Hij had beloofd te komen. Oh boy. Schaduw van de samurai. De laatste keer dat we hier waren faalden we vreselijk. Eens kijken of het nu anders gaat. Masako en Ishigawa zijn er. Oh man, ze wint er geen doekjes om. Maar waar is Ryo zoeken hemelsnaam? Kore yori Ojiue o otosuki ni dasu. Sugegasa-shu ga dare hitori kite oranayou na.
Ik geloof dat ze een beetje een oogje op hem krijgt. Ja, ik denk niet dat ze zo blij zal zijn, zelfs als we hem redden, als hij hoort en ziet hoe Jin hem precies aan het redden is. Ziet. Ishikawa die keurt het af, maar hij is niet zo strikt als Shimura wat de weg van de samurai betreft, want hij doet gewoon nog met ons mee. En jups. Oké, nice. Oké, zoek het Mongoolse alarm. It's gonna be tricky. Mijn vrienden hebben inmiddels al dekking gezocht. Ik ga weer even in de Ronin kleding. Met de sombere krijger. En de clanhelm van de samurai, alsnog. Die clanhelm draag ik voor mijn oom. En de kleding om stealth te kunnen wezen. Chiharu! Ja, oké, dat ging helemaal fout. Dat was een blamage. Oh mijn god. What am I doing? Zo. Dat is makkelijker. En katje. Oké, hij is de enige hier. Nice and easy. Het alarm is daar zo. Maar daar kom ik niet zomaar bij. Oké. That's one. And that's two. Okay.
崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、走れ時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたも、私と。 Oké, ik denk dat stealth nu niet meer nodig is. So let's switch back to the regular outfit. Geruisloos of opvallend, oké. Is dat een leider? Nee, volgens mij niet. Okay. Okay, gelukt. Ik merk echt dat nog steeds in groepen het behoorlijk moeilijk gaat. Ze overweldigen je zo snel. Maar ja, het staat niet voor niets op moeilijkheidsgraad moeilijk. Daar is Yuna. Score. Alright. Ja. Ik weet niet wat ik op moet antwoorden. We weten niet waarom hij niet is komen opdagen. Of nou lafheid is of dat hij letterlijk is verhinderd, ik weet het niet. En daarom wil ik ook niet een antwoord kiezen dat hem dus voor niets veroordeelt. Jin, die doet dat dus wel. Dit is bekend terrein. Maar nu doen we het samen. この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。
Geluk. Of de kamis. I'm not sure. Okay. En dank je, Taka. Oeh, dat was close. Kijken of Tadayori's panzer hier beter van pas komt. Nou, mezelf lopen killen? Kom op. Echt, elke keer als ik hier dood ga, schaam ik me gewoon kapot. Ik ben heel prutserig bezig op zo'n moment. En nu snap ik ook waarom ik hem niet dood kreeg. Hij had een helm op. Tadayori's panzer komt hier toch niet zo goed van pas. Maar mijn kunai wel. Bijna bij de maanhouding. Nou, bijna moet er nog een heleboel. Maar het is een begin. Okay. Dat waren ze volgens mij allemaal. Holy moly.
Oh, oké, daar zijn ze. Een soort flashbang. Effectief is het wel. Oké, poort. Openen. Geen probleem. Kom je, schat? Ik heb hier een slecht voorgevoel over. Waar is Ryu zo? Die belofte die heeft hij niet licht gedaan. Zoek een weg langs de gesloten poort. Easy enough. Wat krijg je als je een gat in het hek laat? Oh, daar is hij. Oh nee. Kom op, man. Serieus? お前仲間が腹をすかしてんだよ。おじ上を助けすれば飯かけてもらえる。お前も無事になるのだ。 そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、おじごにはお前がいる。あいつらには俺しかいない。Oh wow, so, okay, dit is echt wel kut. Dat doet zeer. Voor Ginny in ieder geval. Wauw, oké. Hoe leef ik nog? Serieus? Ja, Ryuzo is gewoon... Hij is gewoon te goed, even. Hier ben ik gewoon niet op voorbereid. Man, echt. Even pauzeren voor dit hoor. Hij. Na alles wat we samen hebben doorstaan en hoeveel ik hem heb geprobeerd te helpen. Er was al enigszins kwaad bloed. En we hebben hem nooit daadwerkelijk aan voedsel geholpen. We hebben wel zijn mannen gered. En nu is hij dus letterlijk wanhopig genoeg om ons gewoon te verraden. En ja, en hij gelooft niet in Shimura, want hij heeft donders goed gelijk. Shimura die leed hen een slachtpartij in. Maar om zijn eigen vriend zo'n mes in de rug te steken en zijn land te verraden, dat is vreselijk. En je kon echt die pijn in Jin's stem horen. Hij kon gewoon amper geloven dat Ryu zo... zoiets doen zou. Maar net als Shimura kan hij enigszins blind zijn voor de werkelijke aard van mensen. Zeker degene die hij als zijn vrienden beschouwt.
Ah! Hoe versla ik zo gozer? Hij is bliksemsnel. Of je stopt, dat kan ook gewoon. Ah, zo, hij is zo. Hij is als een bliksemschicht. Wow! Oké. Ik denk dat ik het snap. Die scherpe steek vooruit, die kun je pareren als je het op tijd doet. Ah, en ja, zie je, dat is dus heel lastig. Oké, zo gaat hij goed. Je hebt dus de keuze om dit gevecht te skippen als het te moeilijk is. Als ik dit blijf doen, dan blijft er niets meer van de part over om mij te laten tonen. Dus ik stop het even en start de video dan weer als ik bij het eindpunt ben. Anders is dit een vrij nutteloze part aan het worden zo. Sorry. Zo, ik heb hem. Het kostte heel veel moeite. Veel van zijn aanvallen waren niet goed te zien terwijl hij ze begon. En dus raakte ze me voor ik ze überhaupt kon lezen. Ryuzo is een formidabele tegenstander. Maar ik heb hem nu eindelijk te pakken. Zelfs na al dit verraad heeft hij nog genade. Oh man, ik ben zo teleurgesteld in hem. Oh, dit is bad. Wat?
even om hierover te praten. Jin is normaal iemand die weinig genade of geduld toont tegen eerloze mensen en verraders. Zijn houding spreekt dan heel duidelijk, je zou geëxecuteerd moeten worden. Maar Ryuzo, vanwege de emotionele band die hij met hem heeft, kan hij dat niet. Ryuzo heeft alles verraden waar ze samen voor stonden. Doet het zelfs terwijl Jin hem spaart nog. En nog wil Jin hem niet doden en smeekt hij hem, kom terug naar onze kant. Help me deze mensen uit ons land te verdrijven. Maar Ryuzo die heeft gewoon alle hoop opgegeven. Hij heeft zich bij de bezetters neergelegd. Wat heeft hem ertoe bewogen uiteindelijk Jin te verraden? Wat was het moment geweest, dat breaking point? Dat hebben we niet gezien en daar ben ik wel benieuwd naar. Maar eerst moeten we hier heel uitzien te komen. Oké, burcht. Did it. Waar is Shimura? Nice, in één keer al die vastberadenheid terug. Fucking hey. Poeh, ik merk echt wel die woede tegen Ryuzo, die vuurt een beetje mijn slaag aan. Durf te wedden dat dat bij Jin ook wel zo is. Die speerdragers die zijn nog steeds een pain in the ass. We kunnen ze nu door hun verdediging heen breken, maar die speeraanvallen zijn nog steeds vrijwel onmogelijk te pareren. En daar heb ik een oplossing voor nodig. Maar eerst naar boven. Oh man. Nu hebben we de Shoji sluipmoord. Oh!
Holy moly. Die Mongolen zijn niet mis. Bijna daar. Dank u, oom. Hell yeah. Hij is echt het toonbeeld van innerlijke rust. It's nice. En dood. Ja, ik had nog maar een fractie over. Can you blame me? Ah. Is wel een beetje smet op het moment zo. En het is tijd, dus ik moet dit, hoe jammer ik het ook vind, bewaren voor de volgende keer. Intense part. Ryuzo's verraad is pijnlijk. En begrijpelijk. Maar ook heel verwerpelijk. En hoe zal Shimura reageren op... wat zijn zoon wat zijn neef allemaal heeft gedaan. Dat zien we de volgende keer. Ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. Goodbye. Stay safe, wash your hands, wear a mask, get your booster shot, and live long and prosper.